Goedendag en welkom weer bij een aflevering van Alpha Audio. We zitten even, wellicht een beetje vreemd in de woonkamer, maar we hebben hier de NAD Master Series voor streaming staan, de M51, M50 en hieronder nog de M52 Digital Volt. En ja, ze staan al netjes in het meubel en we vonden het wel iets te veel gedoe om ze helemaal weer eruit te halen, alles los te koppelen om boven in de studio te schieten. Dus excuses voor de setting, maar het is even niet anders. We hebben dus de M50, de M51 en de M52. En dat is eigenlijk een compleet pakket voor wie wil gaan streamen op hoog niveau. Echt nieuw is natuurlijk de M50 en M52. De M51 was er al in 2012. Dat is de Direct Digital DAC. De reden dat NAD zo lang heeft gewacht met de M50 en M52 is dat ze hebben gezegd van ja, we kunnen nu wel een concurrerende streamer maken, maar dan hobbelen we achter de rest aan, want dan bouwen we eigenlijk gewoon in feite een UPnP gebaseerd apparaat. En dat willen we niet, want we vinden UPnP te veel beperkingen hebben. Is dat echt zo? Ja, UPnP heeft beperkingen, maar het werkt ook wel heel erg prettig. Het is universal plug and play. En nou ja, wie zo'n streamer heeft gekocht, die zal ook gemerkt hebben, stekker erin en gaan. NAD heeft het toch anders aangepakt. Die heeft een compleet eigen platform gebouwd op basis van een ARM-chip. Heeft daar een zwaar uitgeklede versie van Linux op gegooid. En is lekker aan het programmeren geslagen. Dat heeft 6 jaar geduurd. En dat heeft als resultaat gehad de M50. Nou, die aanpak heeft wel voordelen gehad, want de M50 is echt een heel erg goed apparaat. Voor zover wij weten is het ook plug-and-play. Het bedient makkelijk. Er zit een app bij voor iOS en Android. De Android-app gaan we zo laten zien. Die is nog niet helemaal af. Maar het is een mooi apparaat. Er zit een CD-drive in. En nou dachten wij, ja, leuk CD'tje spelen. Wie doet dat nog? Maar natuurlijk kan het meer, je kunt er ook mee rippen. Dus je duwt de cd erin en dan vraagt hij vervolgens, nou, wil je hem kopiëren of wil je hem afspelen? In de M50 draait een uitgeklede versie van EAC en die draait in paranoid mode. En nu zullen sommige sceptici zeggen, ja, EAC, dat kennen we van de computer, dus waarom zou ik dit apparaat ervoor kopen? Dat hoeft ook niet, want in feite doen ze hetzelfde. Maar we vinden het wel heel slim, want EAC werkt gewoon goed. Wij rippen al onze cd's met EAC, niet in paranoid mode, maar wel in de andere veilige modus van EAC. En ja, dat werkt uitstekend. Alles gaat netjes naar vlak. Deze kan ook naar wave. En ja, dat vinden we gewoon wel een goede keuze geweest van NAD. Voor zover dus hardwarebasis ARM, er draait Linux op, EAC ript de cd'tjes. En nog een voordeel van de M50, zegt NAD, en anderen doen dat natuurlijk ook, want Linux doen feitelijk hetzelfde. En NAD zegt, de hele speler is eigenlijk gebaseerd op software. En dat heeft als voordeel dat je dus features kan toevoegen of kan weglaten. Hartstikke mooi, want wij hebben altijd gezegd, streamers koop je niet voor de hardware, die koop je voor de support. Zo'n apparaat kan na een jaar verouderd zijn als de software niet geüpdate wordt. Kan je na een jaar weer €2500 neerleggen voor een nieuw model. Nou, dat vinden wij niet klantvriendelijk. En NAD gelukkig ook niet. Er zijn bedrijven die dat wel doen. Maar gewoon een firmware updateje eroverheen. En nu heb je weer talloze dingen erbij. Of ze zijn verbeterd. En dat is een mooie aanpak. De M50 heeft verrassend genoeg geen analoge output stage. En waarom ze dat precies gedaan hebben, weten we niet. We gokken dat die daardoor goedkoper blijft en we gokken dat NAD zegt, nou, heel veel mensen hebben al een DA-converter, dus we kunnen het net zo goed weglaten, kunnen we voor een concurrerende prijs een goede streamer in de markt zetten. Dat is ook een gedachte. Dat is dus ook de reden dat we een M51 erbij hebben gekregen, want zonder M51 valt er heel weinig te spelen met de M50. Tenminste, ja, we hebben natuurlijk een Tentlabs DAC staan, maar goed. De M50 is op twee manieren gekoppeld. Allereerst een RS-232 kabel, die regelt het volume. En een digitale coaxiale interlink voor de data. Nou, de M51 kent u wellicht of misschien ook niet.
Dit is een direct digital DAC en dat wil zeggen dat het eigenlijk niet omzet naar analoog, maar van PCM overgaat in PWM, Pulse Width Modulation, en dat is klasse D. Het voordeel daarvan is dat je geen timingproblemen kan krijgen, want hij maakt eigenlijk nagenoeg geen gebruik van de clocking. Hij zet het PCM direct om naar PWM en stuurt de draad. En dat kan direct je eindbakken in, want er zit nu een volumecontrole op. Of je kan het nog doorsturen naar een voorversterker, wat wij nu doen. En dat klinkt gewoon heel erg goed. We merken dat de M51 bijzonder schoon is, heel snel en vrij stressloos. En eigenlijk heeft hij geen klankkleur. En nu zeggen we dat wel vaker, en dat is vaak bij high-end apparatuur, dat ze geen klankkleur hebben. Maar voor een apparaat van 1800 euro is dat vrij bijzonder, dat hij geen klankkleur heeft. Dus NAD heeft echt een vrij bijzonder product met de M51. Wij zijn er heel enthousiast over. Ook omdat hij dus twee HDMI inputs heeft, coaxiaal, optisch, USB en AES. Dus het is ook nog een hele rits aan aansluitingen. En waar voor de grap. Setupbox in de PlayStation via HDMI gevoed en je hebt meteen geen lip-sync problemen meer. Het klinkt een stuk beter dan optisch uit of coaxiaal uit. Dus ja, het is een heel erg leuk product. Dan komen we nog bij de M52. Een chique doos met drie harde schijven erin van 1 terabyte in RAID 5, dus je houdt 2 terabyte over. Ja, wij vinden hem veel te duur. 2500 euro voor zo'n apparaat is gewoon afgrijzelijk veel geld. En natuurlijk zijn er mensen die zeggen, ja, ik wil gewoon een totaaloplossing, ik heb geen zin in netwerkgezeur. Ja, M52, leuke optie. Voor wie op een normale manier wil streamen, zonder al te veel geld uit te geven, is de M52 gewoon geen leuke optie. Want hij is te duur. En we vinden het eigenlijk een beetje een misser van NAD. En we hebben het er ook over gehad op een show. En NAD heeft gezegd, maar het is wel een totaaloplossing en hij ziet er goed uit en hij is stil. Dat is hij dus niet, NAD. Hij is niet stil. We horen hem echt gemakkelijk ruisen en ik ben niet de enige. Er zijn meerdere mensen die hem horen. Dus een beetje misser. Maar laten we daar niet te veel op ingaan. Misschien zijn wij niet de doelgroep voor de M52 en zal dat het zijn. Maar naar onze mening een beetje jammer. Wel leuk, M50-51. Prachtige producten. Gaan we het ook nog even hebben over de bediening. Want u kunt natuurlijk de M50 en M51 met een afstandsbediening bedienen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus we gaan nu even de app laten zien. Nou, zoals we al zeiden, kunt natuurlijk het hele systeem met de afstandsbediening bedienen. Maar het kan veel mooier met een app. En om te laten zien, wij hebben de NAD-app voor Android. Die is nog niet helemaal af, helaas. En dat is ook wel te merken aan een paar gekke dingetjes. Maar dat heeft NAD ook gezegd. Hij is nog officieel in beta. Je moet er echt specifiek op zoeken om hem te vinden. En voor ons was het gewoon een uitkomst. Want met een afstandsbediening werken op een streaming systeem is echt niet wenselijk. Kopen of een tablet bij of een smartphone, want dat werkt gewoon veel en veel en veel fijner. Nou, u komt in feite binnen op dit scherm. Now Playing. Nou, we hebben de playlist even gewist. Bovenin staat een knopje en dan kunt u de onder meer de speler mee selecteren. Ja, gek is dus dat die rood is. Volgens mij is dat niet helemaal de bedoeling. Of het staat voor die is geselecteerd. Maar het lijkt alsof die niet verbonden is, maar dat is die wel. Nou, dan ziet u hier natuurlijk Home, Select Players, Settings, Local Music, Wimp en TuneIn. Nou, TuneIn is de internetradio. Wimp is een streaming service, die staat niet aan, want hebt u een abonnement voor nodig. Local Music gaan we naar de NAS of de Local Storage van NAD, de M52. Ja, en hier kom je dus al op een paar dingen, want we hebben een paar test-cd's van Focal in zitten. En dan kom je dus bij een lijst van... een heleboel cijfertjes met testtonen en dat soort dingen. Maar goed, laten we zeggen dat het hier even begint. Bij de A. U ziet het loopt echt heel erg snel. En nu moet hij even laden. Maar het staat er meteen. Dat is al indrukwekkend, want dat zal je niet zo snel zien bij een andere streamer. Nou, de albums, daar kunnen we ook gewoon keihard doorheen scrollen. Pap, en daar staan de cover arts er alweer in. Erg netjes gedaan. Wat het gekke is dat we soms, als we teruggaan,
niet meer in de artiesten of de albums kunnen komen. Nou, dat is een kleine bug. Dat gaan ze ongetwijfeld nog oplossen. We hebben geen playlist inderdaad. En dit is ook leuk, nieuw. Dan staan de laatste toegevoegde albums erin. En info is voor degene die u afspeelt. Dat gaan we gewoon even laten zien natuurlijk. Laten we zeggen, we spelen een stukje van Molokko, van For Me. Hoppa. Ja, en nu moeten we terug. Nou, druk je dus op back bij Android. En kunnen we zien wat er voor informatie over die artiest is. Nou, dit is hartstikke leuke toegevoegde waarde. Ze halen dat van Last.fm af. Nagenoeg alle artiesten die wij hebben gespeeld staan er gewoon in. En als we nu dus teruggaan, volgens mij... Ja, kijk, dit zijn de kleine bugjes. Dan moeten we toch... Kijk, nu kunnen we dus niet meer naar de albums of... Nee, ik moet hem even slepen. Of naar de playlist. Of naar de directories. Ja, dat zijn dus dingetjes die nog even bij Android gefixt moeten worden. Maar we gokken erop dat NAD dat gewoon oplost voordat die echt gereleased gaat worden. Volumecontrole zit hieronder. Dat loopt hartstikke snel. Dat is echt netjes gedaan. Dus al met al, de bediening van de M50 loopt vrij soepel. NAD heeft een mooie set neergezet met de nieuwe Master Series voor streaming. Dus de M51, M50, M52. Wij zijn er heel enthousiast over, behalve de M52. Maar ja, sorry NAD, maar €2500 voor zo'n ding vinden we te veel. €2500 voor deze streamer daarentegen. Onze eerste indruk is dat het echt een hele goede prijs is voor het product. Het voelt af, of het af is, dat kunt u lezen in de review. Maar het voelt af en de M51 DAC, ja, dat is echt een beauty. Mooie technologie, flexibiliteit in ingangen en een absolute neutrale klank met veel snelheid en finesse. Ja, we klinken heel enthousiast, maar we zijn ook gewoon heel erg enthousiast over dit product. De M50 gaan we nog even lekker mee aan de slag en we hopen u weer terug te zien op Alpha Audio. Dank u wel.